In opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wordt de Alkmaar in het district Kommewijnen het project Reconditionering en Bestraten van die Tilakdariweg uitgevoerd. De landbouwsector in dit gebied zal hier profijt aan hebben, daar goed begaanbare wegen in districten buiten Paramaribo ook van belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname. De uitvoering geschiedt door het aannemingsbedrijf Palat Suriname, terwijl het ingenieursbureau ACE Consultancy NV belast is met de directievoering. Zoals u ziet zijn we nu bezig op tussen kilometer 5.7 en 8.4. Inmiddels hebben we de bestaande bestrating gesloopt. We zijn nu bezig met het plaatsen van L-banden en grondverbetering. Dit is eigenlijk het tweede deel waar we naartoe zijn verhuisd. Het eerste deel is begin eigenlijk bij de hoofdweg Tamaregio naar binnen, ongeveer 500 meter. Daar is zo goed als volledig al bestraat. Alleen nog één klein stukje dat gedaan moet worden is dat stukje tegenover Telesuur moet nog bestraat worden, omdat er daar wat hulpwerkzaamheden moesten worden gedaan door Telesuur. En dat is inmiddels gedaan, dus het is van de week af. Dus dan na vrijdag is alles dan helemaal het stukje 500 meter bestraat. Dit stukje volgt nu waar we nu zijn, kilometer 5.6 en tussen 5.6 en 8.4. En wanneer de L-banden en de grondverbetering heeft plaatsgevonden, wordt dan de bestrating gelegd. Het doel van het project is om in ontwikkeling te brengen, vooral voor landbouwgebieden hier. Het rijkomfort natuurlijk te verbeteren van Marienburg tot de Oost-West-verbinding, zoals we weten dat dit een belangrijke verbinding is. De duur van het project is dan 24 kalendermaanden en we denken het op te leveren, gepland begin oktober 2021. De weg heeft een lengte van ongeveer 8,4 kilometer, waarbij de breedte wordt gehanteerd van 5,5. Aan beide zijden van de weg worden natuurlijk voetpaden aangelegd, onverhard. En ook SWM-buizen worden hier daar geplaatst. De aannemer van het project is de aannemingsbedrijf Palat Suriname NV, meer bekend als APS. De directievoering van het project is ACE Consultancy. Het verschilt van mankracht, de aantal personen, want je hebt sommige delen dat je met 20, 25 man werkt. Het is verdeeld in groepen. Je hebt de mensen die op de wegen werken, je hebt de mensen die stortwerken doen, die de L-banden storten. Je hebt andere mensen die vlegwerk doen, de wapening van de L-banden vlechten. Dus het verschilt van dag tot dag hoeveel mensen met manschappen je werkt. We zijn nu op schema. Wanneer we een beetje verlaat zijn, proberen we het in te halen in de weekenden. Dan werken we door op de zaterdag en de zondag. Nou, aan de boerbewoners wil ik vragen dat ze wat geduld trachten. Ik weet dat het soms hinder ondervindt, zij tenminste, met het verplaatsen van hunzelf met hun eigen auto. Maar wordt beleefd gevraagd dat ze instructies volgen van de aannemer, de arbeiders van de aannemer, hoe ze eigenlijk hun weg verder kunnen leiden. Samenwerking is op, eigenlijk goed te noemen, omdat er altijd in overleg is met de opdrachtgever, in deze ministerie van Openbare Werken en Transport. En er wordt goed overleg gepleegd en indien er besluiten moeten worden genomen, wordt er met overleg met de opdrachtgever besloten.